Ik heb iets heel creatiefs gedacht. Ik ga van deze regenton een hele mooie tafel maken die je in je voortuin kan zetten. Voordat je een regenton koopt, zie je op onze site diverse soorten regentonnen. Dit is een oud gebruikt whiskyvat. Het enige nadeel waar ik nu een beetje achter komt, is dat hij heel erg stinkt. Dus deze moet je goed schoonmaken. Maar je hebt ook andere, gewoon echt nieuwe regentonnen of hergebruikte regentonnen van lichter hout. Allemaal verschillende soorten, als de regenton maar wel van hout is. Zoals je ziet is de regenton nu te hoog. Hij moet een stukje lager, daarnaast kan je benen ook niet kwijt. Dus wat gaan we doen? Ik ga er een stuk afzagen. Ik ga hem vanaf hier zagen. Let op, je moet hem niet hieronder zagen, want die banden die verstevigen de regenton. Dus als je hem hier zaagt, dan staat dit deel los, want hier zit hij pas weer vast. Dus wat ik ga doen, ik ga precies op deze hoogte dit hele stuk eraf zagen. In deze regenton zit al een kraantje, die laat ik zitten, die vind ik wel leuk. Leg de regenton plat neer. En dan ga je beginnen met zagen. Zorg dat je een goede zaag hebt en daarna ga je hem doorzagen. En dan helemaal rondom. Doe het laatste stukje voorzichtig en daarna... Zo, de bovenkant is er nu af. Ik heb bij een lokaal glasbedrijf een ronde glasplaat besteld. De meeste kleinere tafeltjes zijn minimaal 90 centimeter. Dit is een diameter van 90 centimeter, 6 mm dik. Die heb ik gekocht en die ga ik zo meteen op die regenton zetten. Ik heb de bovenkant geschuurd. Je moet de glasplaten niet meteen opleggen, want dan komt de condens in. Dus ik heb hier stukjes kurk. Dus ik heb gewoon bij de IKEA kan je gewoon stukjes kurk bestellen. Nou, dus knip ik een stukje af. Heb ik van dit soort halve maatjes. Dan heb ik er twee boven elkaar gezet. En die spijker ik erop. De spijker. Zo, en nu zitten er op vier plekken zitten stukjes kurk. Ik ben bijna klaar. Nou, deze ton laat ik gewoon intact. Hier kan je misschien een leuke bloembak van maken. De ton zet ik zo in het midden neer. En de glasplaat zet ik er zo op. En hij steekt ook mooi uit. Nou, ik ga een stoeltje pakken. Omdat de ton hol is, kan je er ook spullen in opslaan. Strandspullen of andere dingen. Nou, bijvoorbeeld stof en blik. En dan kan je glasplaat, die zet ik er dan zo bovenop. Omdat hier aan de zijkant kieren zit, kan de lucht uit. Dus dan krijg je niet condens aan de binnenkant. En als je niet tegen de lelijke binnenkant wil kijken, doe je de binnenkant, verf je dan zwart van de glasplaat. Mijn regentontafel is af, dus nu genieten van het leven. Ik zie je graag volgende keer.